Het loed van machines oerheerskt op Grient. En dat is wen, omdat hier oorslinnig maar de vogels en de zee te jaren binnen. Maar het is voor het goede doel. Het zonspeelde voort. En daar troch waar het eiland hield iets lietser. En dreigt het zelfs hielendal te verdwijnen uit tiental jaren. Ingrijpen is dus noodzaak. Het eiland Grient dat was heel snel aan het afslaan. Dat sloeg, met elke winterstorm sloeg er weer een aantal meter van het eiland af. Ja, dat ging in zo'n tempo dat als we niks zouden doen, dan zouden we op een gegeven moment niks overhouden van het eiland. De neet is heeg en daarom wordt Grient versterken. Er wordt een extra wal voor het eiland online. De natuur had er net een soort les van. Het briedseizoen is voorbij en de zeehoen komen er pas winterdijs maar haar jongen. De komende weken binnen er op het eilandje meer dan 100.000 vogels. En vooral voor haar is het beschermen van het eiland van levensbelang. Binnen enkele tientallen jaren zou het dan helemaal verdwenen zijn. Maar goed, de plekken waar momenteel al de grote broedkolonies zitten, die zouden al wel eerder aan de beurt zijn. Dus de tijd begon wel wat te dringen. Het zon van de wal komt uit het waard. Het is mij het uitbagrind van de Vargeulen Vrijkaam. Via 4 kilometer onlierings komt het uiteindelijk te land op het strand. De extra wal zwaart door het eiland Savisa werd 24 jaar langer maaik in. Zo'n baai zoals er was, die komt niet meer terug. Maar wel een geleidelijke, glijdende schaal naar beneden, naar de zee. En dan heb je dus hele lage plekken en wat hogere plekken. En ja, ik denk dat heel veel verschillende vogels daar een goede broedplek kunnen vinden.